werkelijk moet zeggen wie of wat jij voor me bent. Als ik dat moet uit gaan leggen aan iemand die ons niet goed kent, dan zijn de meeste woorden eigenlijk overbodig. Ik heb je nodig, ik heb je nodig. Niet om te koken, niet om te wassen en niet om tv mee te kijken. En ook niet voor de wekelijkse avondklaverjassen en vooral niet om het overhemd te strijken. En echt niet voor het onverwachte happy end, niet om bergen te bedwingen, niet voor al die rare dingen, maar gewoon voor het gevoel dat jij er bent, voor mij er bent, dat jij er altijd bent. Als ik werkelijk moet zeggen wie of wat jij voor me bent, als ik dat moet uitgaan leggen aan iemand die ons niet goed kent, dan zijn de meeste woorden eigenlijk overbodig. Ik heb je nodig, oh, ik heb je nodig, oh, zo nodig. En wel om me soms op mijn vingers te tikken, want ik kan me wel erg overdrijven. En ook voor verse lucht als ik er soms in dreig te stikken, voor de zekerheid dat jij bij mij zult blijven. Voor als er iemand ongelofelijk zeikt, als ik erg uit humeur ben of een hele oude zeur ben, dan heb ik nodig dat je even naar me kijkt. Ja, naar me kijkt. Ja, even naar me kijkt. Als ik werkelijk moet zeggen wie of wat jij voor me bent, als ik dat moet uitgaan leggen aan iemand die ons niet goed kent, dan zijn de meeste woorden eigenlijk overbodig. Ik heb je nodig, ik heb je nodig. Als ik werkelijk moet zeggen wie of wat jij voor me bent, als ik dat moet uitgaan leggen aan iemand die ons niet goed kent, dan zijn de meeste woorden eigenlijk overbodig. Ik heb je nodig, ik heb je nodig, oh zo nodig. Goedenavond, dames en heren, allemaal namens het Metropoolorkest en zijn dirigent Dick Bakker. Er komen nog mensen iets te laat binnen, maar dat maakt niet uit. Kom maar verder. Kom maar binnen met die wagen. Kom maar lekker voor aanzitten, je hebt er recht op. Kom. Ja, ik vind het vervelend voor jullie, maar jullie zijn van de Rabobank? Oh nee, echt betaald? Ja, lullig. Ja, ik ga zo wel een nummer voor jullie doen, in de pauze. Goed, ik... grapje. Dat moet ik voor hun ook doen. we zijn... de kop is eraf. Mag ik het los doen, Dick? Want het is toch, het zat toch een flinke babi ketchup in. We hebben een programma samengesteld voor samen Dick Bakker en het hele Metropoolorkest. Meeste stemmen gelden. Een aantal nummers die we moeten noemen liederen. Omdat in het concertgebouw is het toch een soort Walhalla, een tempel. Dus u zult nummers als Ik heb een Euromast of 10 keer 10 mag ik je legging even zien. Die zult u vanavond niet horen. Daarentegen wel het nummer Boerenlul. En we hebben ook een beetje probleem. Ik moet ook heel langzaam praten, want de akoestiek blijkt heel erg moeilijk te zijn met microfoon. Zonder microfoon valt het reuze mee. Kunt u mij heel goed verstaan, mensen? En met microfoon is een stuk moeilijker. Nou, dan ga ik door met microfoon. Nee, ik zal wel zonder. Maar het, om nou de hele avond zo te praten. Maar we zijn heel blij dat u allemaal bent. En om te laten zien dat de akoestiek zo goed is, kun je ook heel zachtjes praten. Dan staan jullie nog. Dat zei ik. Ja, oké. En om het bewijs hebben wij namelijk een proefje op de som genomen. Ik ga één iemand uit de zaal zo meteen halen. En die moet iets liefs zeggen tegen iemand anders in de zaal. Hebben we daar zin in? Ja.
die hebben een abonnement in Philips. Is niet eens helemaal dood. Dat op zich, ze zeggen, ja, maar koning nooit. Wij hebben namelijk op rij 21 of 22 iemand zitten die kan heel goed praten. En het is namelijk, hij heeft mij een mail gestuurd. Dat is namelijk Anneke, nee, en dat is Lex Martens. Lex Martens, zou je even gaan staan, Lex? Dag Lex. Lex, als u even stil, Lex, zou je even kunnen zeggen goedenavond allemaal? Goedenavond allemaal. Dat is heel duidelijk hoor, niet, nee, 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 geen cabaret van maken, Lex. Gewoon publiek, want ik kan je zo afmaken, voordat je het weet. Jij hebt een vriendin. Klopt. Lieke. Klopt. Kan u ook even gaan staan? Niet betaald voor die kaartjes, wil je de zaal nu verlaten. Nee, Lieke, jij weet hier niks van, maar Lex en ik zijn al 2 maanden aan het repeteren. Want Lieke, Lex kent je al 7 jaar. En elke zondag draai jij muziek. Lieke denkt, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar dat zegt Lex, Lieke. Is dat zo? Lieke? Kan ze praten? En welk nummer draai je dan heel vaak, Lieke? Dus ga ik nu eerst even zingen en dan kom ik zo meteen bij. Okay. Ik moet toch in de microfoon praten, want Dick verstaat me niet. We gaan het liedje eerst spelen. Ga maar zitten voor de mensen achter je.